welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe testvideo. Want NYX Cosmetics is uitgekomen met een samenwerking met Winx. De nieuwe Winx saga op Netflix. En ik noem het nieuw, maar seizoen 1 is er al een tijdje. En nu is ook seizoen 2. The girl heeft het al helemaal gezien, because I'm in love. Als je het niet kent, Winx is van vroeger. Het is een tekenfilm over fairies. En die was altijd te zien op Nickelodeon. En ook in die tijd, als klein meisje, keek ik het ook altijd. Want als er een genre is waar ik van hou, is het fantasy. Ik hou van fantasy. Ik ben echt zo'n nerd. Ik weet dat ik er niet zo uitzie, maar toch is het echt zo. Dus toen een jaar geleden of zo, of weet ik veel wanneer uitkwam, dat Winx gewoon de live action version kwam op Netflix. Ik was echt obsessed. Er zijn ook al een aantal dingen die ik niet leuk vind, maar daar gaan we het zo over hebben. Maar in ieder geval, NYX is dus uitgekomen met een collectie in samenwerking met hun. We hebben ook schaduw, highlighter en een aantal glosjes. Niet een hele grote collectie, maar ja, wel gewoon een aantal leuke producten. En ik heb ze ontvangen in PR en ik heb de collectie ook gekocht. Ik had hem al besteld en toen ontving ik hem in PR. Dus was een beetje jammer dat ik ze al had besteld. Maar goed, die ik dus gewoon heb besteld gaat in mijn cadeaubak voor iemand anders. Maar wat wel fijn is dat ik slechts één glosje had besteld. En in PR heb ik ze als het goed is allemaal gehad. Dus we kunnen ze gewoon allemaal gaan proberen. En we gaan vandaag kijken wat we ervan vinden. En een hele leuke Winx-achtige look maken. Dus vind je het nu al leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, zoals je kunt zien heb ik mijn hele gezichtsmake-up al gedaan. Want daarvoor hebben we niks nieuws. We hebben een oogschaduwpaletje, highlighter en we hebben ook een aantal glosjes voor op het einde. Maar we gaan vandaag beginnen met de ogen. Dit is het NYX Fade The Winx Saga Fairy Palette. Het bevat 10 oogschaduwkleuren en 3 ombre blushes, geïnspireerd door de Winx Feeën. Ik besef me dus net dat dit zogenaamd blushes moeten zijn. Ik dacht dat het gewoon allemaal oogschaduwen waren. Oh my gosh, ik heb al blush opgedaan, maar ja, whatever, we gaan het er gewoon op aanbrengen. Ik dacht dat het gewoon oogschaduwen waren. Maar ja, je kunt ze oprecht ook gewoon als oogschaduw gebruiken. Ik vind het paletje er echt heel cute uitzien. Dit paletje is zogenaamd van Bloom. Er staat hier op Property of Bloom Peters. En Bloom is dus de vuurvee. En zij heeft ook de hoofdrol, mocht je de show niet hebben gezien. En hier staat ook een kleine tekst. I am a fire fairy. 3 months ago, I didn't even know the other world existed. Now I am at Alfea with all kinds of fairies trying to harness my powers. Even een hele korte uitleg. Zij is opgegroeid in de mensenwereld. Had geen idee dat ze een vee was. Daar is ze dus 3 maanden geleden achter gekomen. En nou is ze dus aan het leren over haar eigen. En ze is ook heel uniek, want zij heeft de meest krachtige krachten. Krachtige krachten? Je begrijpt wat ik bedoel. Echt jongens, als je het niet hebt gezien, ik raad het echt aan. Ik vind het paletje echt heel mooi. Vooral deze ombre-achtige blush. Echt heel cute gedaan. Ik ga even gewoon een paar swatchen. Oeh, kijk hoe mooi. Ook deze ombre. Het ziet er echt allemaal heel mooi uit. Oeh, de swatches zijn niet echt amazing, maar oké. Ik ben heel benieuwd hoe de kwaliteit gaat zijn. Ik moet zeggen, het is wel gewoon, ja, gewoon goedkoop materiaal. Het paletje kost wel wat. Even kijken. €37. Hij is wel nou in de sale, maar normaal is hij gewoon €37. Dat is wel gewoon wat. Dat is gewoon bijna €40. En ik ben heel benieuwd wat we hiermee kunnen gaan doen. Ik vind het wel heel leuk dat ze zo hiervan 3 blushes hebben gemaakt. Dan is het als oogschaduw en als blush te gebruiken. Dus we gaan gewoon eventjes hiermee een leuke look creëren op de ogen. Ik wil een simpele, maar toch wel aparte look maken. Het is simpel omdat je niet heel veel kleuren hoeft te gebruiken, maar het is apart omdat ik zo van die soort van vleugels wil maken. Kijk, ik moet zeggen, we hebben niet echt heel veel matte kleuren, maar ik ga eerst zeg maar de vleugels zo maken. Dat ga ik doen met deze donkere paarse kleur. Ik ga jullie ook eventjes vertellen wat mijn mening is over deze nieuwe Winx serie. Al met al vind ik hem gewoon wel oprecht echt heel leuk. Wat ik alleen jammer vind is, Winx is echt allemaal met hele leuke kleurtjes. Heel vrouwelijk. Wacht even hoor. Ik kan dit niet doen als ik praat. Oké, dit is nou even gewoon een grove schets van wat ik wil gaan doen. Dan ga ik deze kleur hier gebruiken. Bij de 3 blushes staat ook letterlijk nat voor de eyes. Maar ik ga ze alsnog gewoon voor de ogen gebruiken. In ieder geval, wat ik dus wilde zeggen. Als je Winx ziet van vroeger, gewoon hoe het gewoon altijd was. Zie je dat het allemaal echt heel kleurrijk was. Heel licht, heel vrouwelijk. En niet eens te beginnen over al die leuke outfits, rokjes, hakken. Echt gewoon super duper vrouwelijk. En vooral ook allemaal heel licht. Lichte kleuren, et cetera. Echter, als je naar de Netflix show kijkt, zie je dat het allemaal een beetje donker is. Bijna een beetje heksenachtig. Alsof het heksen zijn in plaats van die leuke, fleurige elfjes, zeg maar. Is een fee.
Net zo'n vee, geen elfje. En dat vind ik wel jammer. En ik vind ook nou anno 2022, het is gewoon alsof elk jaar alles gewoon op de wereld, en dan praat ik echt over alles, er echt op achteruit gaat. Alles wordt meer dark, alles wordt meer van God los. Alles is gewoon helemaal zo, ja, je begrijpt wat ik bedoel. En vooral op Netflix is dat extreem goed terug te zien. Dus dat vind ik wel jammer, want het hoeft niet. En als ik zo kijk naar ook de kleding van al die vrouwen in die Netflix show, denk ik bij mijn eigen, deze meiden hadden juist van die leuke, fleurige, kleurrijke outfits aan moeten doen, zoals wat ik nou aan heb, zulke dingen. En wat ze allemaal aan hebben is echt gewoon wat ik gewoon naar school droeg vroeger, toen ik nog naar school ging en zo. Dus ik vind wel dat ze, ja, dat ze daarmee wel echt de plank hebben misgeslagen. Dat vind ik wel jammer, want dat was echt een van de grootste dingen van Wings. Die kleding en al die leuke kleuren, et cetera. Maar ja, dat vind ik nou wel dat een beetje mis. Maar voor de rest vind ik de show gewoon wel echt leuk. En echt, ik kan niet wachten op seizoen 3. Oh my gosh. Dan ga ik nu in met deze groene glanzende kleur. En die ga ik zo ernaast aanbrengen. Nou gaan we over op de mooie glanzende kleurtjes. Ik moet zeggen dat tot nu toe zijn deze oogschaduwen niet echt de beste kwaliteit. Maar oké. Okay. Dan ga ik in met deze glanzende kleur hier. En die gaat ook ernaast. En dan pak ik deze lichte glanzende kleur. En die gaat zo hier in de binnenste ooghoek. Die is ook wat lichter dan deze andere kleuren. Het is allemaal vrij donker geworden. Ik ga het zo nog extra goed uitblenden allemaal. Deze kleur is echt heel gepigmenteerd. Heel mooi. Ik zie best wel wat kwaliteitsverschil echt letterlijk per kleur. Er is niet echt veel fallout. Dat is wel top. Dan pak ik deze lichte matte kleur hier. En die ga ik zo een beetje op de randen aanbrengen. Dan pak ik nog deze kleur hier onder mijn vinger. En die ga ik aanbrengen nog hier zo op die paarse kleur. Om het een beetje meer holographic-ish te maken. Iets lichter. Dit is echt een super duper aparte look, jongens. Kijk even dit. Ik heb de ooglook een beetje opgefleurd met wat nep wimpers en met wat steentjes. Ik moet zeggen, ik ben niet zo'n fan van de look. Ik ben een fan van de show. Ik ben geen fan van het paletje. De wimpers die ik op heb zijn echt gewoon random wimpers van Shein, by the way. Ik weet niet, de kwaliteit is niet echt daar. Zoals je kunt zien zijn de glanzende kleuren niet echt heel glanzend. Deze paarse kleuren zijn niet echt gepigmenteerd. Niet echt paars genoeg, zeg maar. Ik vind het allemaal een beetje zwakjes, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ja, en voor een paletje van 40 euro denk ik wel van, ja, als je een fan bent van Wings en je wilt het gewoon hebben, dan haal het gewoon vooral. Want je kunt er wel een look mee maken. Maar is het echt het beste paletje? Vind ik het waard? Vind ik het 40 euro waard? Zou ik het opnieuw halen? Op al die vragen is het antwoord gewoon echt nee. No. Ik wil misschien ook nog dit erbij gaan doen. Ik heb deze laatst ontvangen van een Bougie Shop. En dat leek me wel leuk voor zo hier. Dus ik ga gewoon dit erbij doen. Ik weet niet of het nou too much gaat worden, but I don't care. Er bestaat geen too much in mijn wereld. Kijk hoe leuk dit zou zijn. Is het niet te cute? Ik ga het gewoon doen. Je kunt ze gewoon gelijk zo opplakken. Dus dat is wel fijn. Moet ik hem wel recht plakken? Is hij recht? Het is altijd zo moeilijk om het recht te plakken. Oh my gosh. Oké. Okay. Deze look wordt echt something else. Ik ga stuk. Ze plakken ook echt goed. Het is echt super makkelijk. Ik vind het wel leuk. Dit is allemaal zo extra. But I like it. Ik ga echt een stuk op mezelf. Maar oké, okay, whatever. Nou ga ik ook de blushes gebruiken als blush. Dus deze drie. Ik denk dat ik ga voor deze. Ik weet niet. Ik weet niet of dit een kleur is die mij zou staan. Maar ik ga het gewoon proberen. Maar zoals ik al zei, ik heb al blush op. Oeh, hij is super glanzend. Oké, okay, ik vind hem te glanzend. Deze twee zijn allebei mat. Ik ga voor deze roze. Ik heb nou echt superveel blush op. Ik ga stuk. Oké, okay, als blush werkt het gewoon wel echt. Dat is wel fijn. Dan gaan we nu over op het volgende product. De highlighter. Dit is de NYX Fade The Wings Saga Power Dust Highlighter. En dit is dus een highlighter met twee verschillende kleurtjes. Ik vind de verpakking echt heel cute. Kijk even hoe mooi dit eruit ziet. Echt extreem glanzend. Ik weet alleen niet of dit iets is wat ik op mijn gezicht zou gebruiken. Het is dus echt een highlighter. Maar wie wil nou zo'n felroze of felgroene highlighter? I don't know. Ik in ieder geval niet. Ik zou dit als oogschaduw gebruiken. Oeh, het voelt echt heel zacht aan. De kleuren zijn wel echt heftig. Kijk even dit. Dit lijkt mij prachtig, maar dan als oogschaduw. Deze glanst meer dan de echte oogschaduwen. Ik ga gewoon deze roze kleur pakken. En een beetje zo hier aanbrengen. Kijk dit, hoe mooi. Kijk, zo hadden die oogschaduwen moeten glanzen. Kijk hoe mooi. I love it. Dit is echt veel beter dan de oogschaduw. Ik ga stuk. En dan pak ik ook de groene. En die breng ik ook aan op deze groene oogschaduw. Wauw. Kijk hoe mooi. I love this. Maar ik ga het alsnog ook als highlighter aanbrengen. En dan deze roze vooral. Want groen, ja, wie wil er nou groen op het gezicht? Ja, dit kan op zich nog wel. Ik moet zeggen, deze highlighter is echt prachtig.
Oh my gosh, gewoon de kleuren zijn niet zo. Als dit in een mooie lichte champagne kleur was geweest, was echt een go-to highlighter geworden voor mij. En dan ga ik echt gewoon allebei de kleuren een beetje zo mixen. En die breng ik nog aan zo in de binnenste ooghoek. En met wat er nog op de kwast zit, een beetje onder mijn wenkbrauwen. En dan pak ik de groene kleur weer een beetje. En die gaat ook op mijn neus. Voor een extra glow. Oké, ik had niet verwacht dat ik deze zo goed zou vinden. Even losgezien van de rare felle kleuren is dit wel echt een goed product. Dan het laatste, dat is voor de lippen. Dit zijn de NYX Fade The Wings Saga Fairy Lip Glosses. Ik mis één glosje. Ik heb er hier 3, 4, 5, maar er zijn er 6. Ik mis Bloom, de meer felrode. Maar voor de rest heb ik ze dus allemaal. Dit zijn dan alle kleuren. Echt heel mooi. Ook extreem glitterig. Je moet van een glitter houden, anders vind je ze echt niks. Wel heel mooi en ook hele verschillende kleurtjes. En elke gloss heeft de naam van een van de veeën. Nou jongens, welke ga ik opdoen? Zal ik ze gewoon allemaal swatchen voor jullie? Ik begin eerst met de groene kleur, die heet Terra. Dan de gouden kleur, die heet Stella. De felroze kleur heet Musa. De paarse kleur heet Beatrix. En de roze peachy kleur heet Aisha. Mensen, de glosjes zijn mooi. Ik moet ook zeggen, ze hebben best wel felle kleuren als je er zo naar kijkt. Maar als je ze opdoet, is het niet per se echt een hele felle kleur. Maar je ziet de verschillende kleuren er wel een beetje doorheen als een soort van tint. En ik heb eventjes gekeken welke ik denk dat het beste gaat staan met deze look. En ik denk dat ik ga voor deze kleur. Deze beetje peachy roze kleur. Die heet Aisha. En ik ga die lip gloss combineren met dit lippotloodje van Makeup Studio in de kleur Mad Mad Mauve. Nou mensen, dit was het dan. Wat vinden we van de look? Het is echt heftig, but I love it. Het enige eigenlijk wat ik niet aanraad, en dat is wel echt het grootste, en dat is dit paletje. Ik vind de kwaliteit gewoon echt niet goed genoeg en al helemaal niet voor 40 euro. Voor de rest raad ik alles aan. Dus alle glossjes zijn echt heel mooi. Je moet wel echt houden van een glittergloss, dan vind je ze echt heel mooi. En deze highlighter, ik ben in shock, maar de kwaliteit, de formule is echt heel erg goed. Los van de twee kleuren. Dus ik zou hem ook gewoon halen als oogschaduw. Want kijk hoe mooi het deze ooglook heeft gemaakt. Het heeft echt de ooglook waar ik niet eens zo blij mee was echt een stuk beter gemaakt. Dus echt, I love it. Dit zijn echt fijne producten. Ik ben ook weer heel benieuwd naar jullie mening. Let me know wat jullie vinden van de collectie, van deze make-up look. Gaan jullie de show ook kijken? Heb je hem al gezien? En wat vinden jullie van de show? Zijn jullie het met mij eens? Of heb je iets van, nee, ik vind het juist wel leuk dat het een beetje meer dark is. Want dat kan ook. Let me know beneden in de reacties. Nou, of vond je deze video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei! Doei!